Alles bij elkaar is er zo'n 10 jaar verstreken, vanaf de allereerste plannen tot aan de laatste werkzaamheden. En nu is de reconstructie van de N329, de weg van de toekomst, helemaal klaar. Komende zondag mag daar best een klein feestje voor gevierd worden, zo vindt wethouder Jan van Loon, die het hele proces vanaf het begin heeft meegemaakt. Om 4 uur is iedereen welkom hier op het parkeerterrein bij de Meubelboulevard. De middag zelf rijden elektrische autobussen, georganiseerd onder andere ook door de Meubelboulevard. Waar iedere Ossenaar mee kan om iets meer te zien en te horen over deze weg. Dus vanaf 12 uur van harte welkom. Nou, tegen half vijf uur de officiële woordjes die er nog bij horen. En er zijn, dat is ook heel leuk, helikoptervluchten. Daar kan ook in principe iedereen meedoen, zei het, dat er wel geloot moet worden. Van Loon kan samen met de projectmanager van aannemerscombinatie Pro N329 tevreden toekijken hoe het verkeer inmiddels vlotjes doorrijdt. De weg moest aan allerlei eisen voldoen, ook op het gebied van duurzaamheid en milieu. Waar is Frans Paap nu het meest trots op? Ik ben echt trots op het feit dat die weg CO2-neutraal aangelegd is en dat die in gebruik ook energie-neutraal is. Dat zijn twee pijlers waar we ontzettend trots op zijn. Uiteraard ook de innovatieve dingen die erin zitten, zoals LED-verlichting, het Flowman-systeem. Ja, dat is echt uniek voor de wereld en dat is zeker voor onze begrippen een superieure weg. Tijdens de werkzaamheden waren er veel klachten te horen over de omleidingen, de geluidsoverlast en de files. Dat is inmiddels wel veranderd. En ik ben er nu ook trots op dat ik gewoon nu ook van de Ossenaren, maar ook van het bedrijfsleven mag horen. Wethouder, wat een mooie weg. En van het bedrijfsleven, wat een tijdwinst kunnen wij nu maken. Dat is al echt in de praktijk te merken. Ja, als ik hoor dat de tijdwinst zeg maar 15-20% voor het bedrijfsleven in ons is, dat betekent dat ook natuurlijk economisch iets. En nou ja, daar hebben we het uiteindelijk ook voor gedaan, want deze weg is met name aangelegd vanwege economische motieven. Voor Frans Paap zit deze klus er nu dus op. Is het ook niet een beetje jammer na al die jaren? Ja, daar vragen wel meer mensen of ik in een gat val. Ja, het is natuurlijk even terugvallen. We merken nu al dat het ook wel in de genen gaan zitten is. We merken nu al van, hé, die auto, hebben we die echt wel echt nodig? En je merkt gewoon dat het echt gewoon al in de genen begint te zitten van, ja, zo moet het. En zo gaan we naar de toekomst. Zondag rond 4 uur dus het openingsfeestje ter hoogte van de Juliana-singel. In het programma Focus vanaf zondagavond meer over de afronding van de weg van de toekomst.